FVD die wil graag een dating app. Hoe denk je erover? Moeten ze lekker doen. Vind je het een goed idee? Moeten ze echt helemaal zelf weten. Forum voor Democratie gaat een dating app lanceren en dus gaan wij vandaag de meningen peilen. We zijn een app aan het ontwikkelen die onze leden gaat verbinden. Een dating app? En voor wie is die dating app bedoeld? Voor FVD'ers. Ah, oké. Okay. Kun je dan denken aan dating, maar ook gewoon je spullen te koop zetten, restaurantjes vinden die door FVD'ers worden gerund, goede school voor je kinderen. We willen gewoon de mensen die met ons eens zijn, die willen we verbinden. Meneer Hoekstra, wat een mooi weer is het, hè? Ja, het zegt dat wel. Mevrouw Kaag, wat vindt u van de nieuwe dating app van FVD? Heeft u nog iets gehoord van de nieuwe dating app van FVD? Nee, daar heb ik niet van gehoord. Maar wat vindt u ervan? Dan moet ik hem eerst bekijken. Moeten ze lekker doen. Vind je het een goed idee? Moeten ze echt helemaal zelf weten. Kijk, ik gun natuurlijk iedereen een beetje liefde. Dus als de FVD een aparte dating app nodig heeft, dan is het ook al die mensen gegund. Komt er ook een dating app voor elitaire D66'ers? Nee, ik zal eens even navragen bij D66 of dat daar enorme behoefte aan is. Volgens mij zijn we vooral allemaal heel blij dat we buiten weer een hoop kunnen doen. En dat we misschien ook in het echt weer mensen tegen kunnen komen. Gaat het ook geld kosten of wordt het een gratis app? Het wordt een app die gratis is voor leden. En lidmaatschap kost natuurlijk wel geld, maar 25 euro per jaar, dus dat is te overzien. Heel veel vrouwen zijn natuurlijk links. Ik weet dat jij het niet bent, maar gaat dat aantrekken, denk je? Ja, wat moet ik nou zeggen over een dating app, jongens? Geen goed idee. Ze moeten het helemaal zelf weten. Ik ben niet van FVD, zoals je weet. Dus... Nee, dat begrijp ik, maar we hebben het Sigrid Kaag ook gevraagd. Ja, ik ben niet op zoek naar een date, maar als mensen willen daten, moeten ze naar een dating hebben. Vrouwen zijn voornamelijk links. Denkt u niet dat er daar heel veel mannen komen en weinig vrouwen? In de dating app bedoel je? Ja. Nou ja, of de datingfunctie van de app. We hebben natuurlijk binnen ons ledenbestand heel veel vrouwen. En hoe dat dan als gemiddelde zit in de rest van de samenleving, dat is niet zo relevant. Maar ik denk dat als ik een alleenstaande vrouw was, dat ik onmiddellijk lid zou worden van FVD. Want dat is waar je leuke man ontmoet.